vandaag 28 februari en ik heb al een hele tijd niet gevlogd. Vandaag ga ik naar Bugis, want ik wil graag mijn nagels laten doen en ik ga naar de Biep. En ik ga vanmorgen ongeveer 8 dagen naar Sri Lanka met een vriendin van mij. En ik ga nu de bus pakken. Oh, knop indrukken. En dan komt de bus daarvoor in. En het is de kantine. Het is leeg, want het is op dit moment 4 uur. Zo te zien heeft het geregend. Best wel hard ook. Ik was vandaag ook bezig. Ik heb ook vandaag mijn kamer opgeruimd en schoongemaakt. En mijn kleren gewassen. Dat moest nog even gebeuren voordat ik weg zou gaan. En er zijn op dit moment mensen in mijn kamer die de airco aan het checken zijn. Want ik had wat problemen ermee. Maar ja, ik ga dus even wachten op de bus. En die komt elke 10 minuten ongeveer. Er zijn verschillende bussen die komen. Maar ik moet een specifieke bus hebben. Ik kan trouwens ook kijken op mijn app van school. Even kijken hoor. De bus is 5 minuten hier vandaan. Dus ik hoef niet lang te wachten. Ik zit bovenin bij de bus. En het is ongeveer 25 minuten naar het metro station en de mall. Zal ik ook wel een keer hebben in mijn andere vlog. Het is hier ook best wel druk. En het is ook veel beter om dan de bus te nemen in plaats van de taxi. Want de taxi zou dan $6 zijn en dicht bij zijn de meterstation. Is wel ietsje sneller. Alleen, ja, het is dan gewoon zonde. Oké, ik ben aangekomen in Boonlay Station. En vanaf hier ga ik dan de metro pakken. En het is natuurlijk druk. Je hebt aan één kant alle bussen. En dat stukje hiervoor, dat is de mall. En er zijn heel veel winkels, echt van alles. Als we gaan iets willen eten, iets lekkers of gewoon snel lekker eten, komen we hierheen. Je hebt echt van alles. Van lokaal eten, zoals KFC, McDonald's, alles. En dan aan de achterkant, dus hier is dan de mall, waar je kan shoppen en eten en zo. En dan aan de achterkant is dan het metrostation. Dus ik ga nu niet hier. Ik wil eigenlijk ook wel mijn wenkbrauwen laten epileren. En dat is wel hier. Alleen, ik ga gewoon meteen door naar Bugis. Want daar ga ik dan mijn nagels laten doen. En ik wil heel graag naar Little India gaan. Want je hebt daar ook mooie tempels en zo. En je kan daar ook Indiase spullen kopen. En trouwens, de winkel hier, Innisfree, zij verkopen... Zij verkoopt echt hele fijne skincare producten. Dus dat is echt een aanrader als je in Singapore bent of ergens waar ze zo'n winkel hebben. Even kijken welke metro ik moet hebben. Want dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Het voordeligste hier is dat ik mijn schoolkaart kan gebruiken als metropas. Kijk, dit is mijn schoolpas. En daar zet je dan geld op. Kan je betalen op school voor eten. Maar ik kan er ook gewoon de metro mee nemen. Ik ging dus wel de juiste richting op. Ik moet een van deze twee hebben om met Bugis uit te komen. En ja, dan zit je gewoon een half uur in de metro. Net als Amsterdam. En dan ben je er. Nou, letterlijk 5 seconden nadat ik mijn camera uit doe, is de metro er al. Maar zoals je kan zien, de meeste mensen die organiseren zichzelf wel vaak... Heel netjes binnen de lijnen. Maar kijk, nu is het niet druk, dus dan hoef je niet uit de weg te gaan. Maar anders staat iedereen heel netjes geordend. Dat is ook wel heel fijn. Het ding is van mij.
Oké, ik ben ongeveer 3 kwartier later aangekomen bij Boogies. En ik ga nu naar boven. En naar buiten. Vorige keer toen ik naar Boogie Street ben geweest, heb ik het jullie trouwens ook gewezen. Want ik heb mijn nagels ook op daar laten doen. Maar goed, we gaan nog een keer. En dan misschien eventjes dus naar Little India. Ook al 6:30. Dus desnoods ga ik wat eten. En dan zitten bij de Starbucks. Want daar hebben ze een goede wifi. En dan kan ik ook aan school werken. Ik ben nu bij Boogies in een foodcourt uitgekomen. Ik moest eigenlijk meteen naar de straatkant. Maar het ziet allemaal wel echt heel smakelijk uit. Oh my god. Oh, en daarachter heb je de Old Chunky. En daar heb je dan van die curry puffs. En hier heb je Yakun Kaya Toast. Kaya Toast is wat zij hier eten. En die van hier is echt heel lekker, heb ik gehoord. En dan heb je... Dory heet het. Kun je allemaal meenemen om te eten. Oeh, hier heb je weer wok. Even kijken. Het ziet er wel lekker uit. Wafels. Cinnamon buns. Oh mijn god. En aardbeien voor $9. Oh my god. Super lekker. Oh, ik denk eigenlijk dat ik gewoon in een soort van mall terecht ben gekomen. Want ik ga... Want hier heb je dan de cosmetics. Oh nee, hier ben ik vorige keer ook geweest. Ja. Yeah. Guys, ik ben echt in een heel ander gedeelte terecht gekomen. Volgens mij is daar Boogie Street. Maar dit gedeelte is echt heel mooi. Trouwens, Etude House heeft aanbieding op gezichtmaskertjes, heb ik gehoord van een vriendin van mij. En die zijn hier. Dus die ga ik denk ik meenemen. Oké, dat is een aanbieding voor 10 plus 10. 1 masker is ongeveer $1.90. Singaporese dollar. En dus 20 maskers voor ongeveer $19. Dus ik neem gewoon 20 maskers mee. Oh mijn god. Maar het is wel een hele goede deal. En Etude House heeft wel echt hele goede kwaliteit. Dus dat is wel heel fijn. Oeh. Ik kan daar niet tegen. Zo. Dus even kijken wat ik verder nog kan vinden. Maar Etude House heeft ook hele schattige producten. Het is echt heel cute. En dit is ook... heb ik ook al een keer geweest, denk ik. Mascara's. Serum om je wimpers te laten groeien. Oké. Oh jawel, kijk. Van Winnie de Pooh hebben ze dus producten en dat is zo schattig. Dat moet ik gewoon aan jullie wijzen. Kijk. Alle soorten make-up items. En het is gewoon letterlijk een hele collectie die ze van Winnie de Pooh hebben. Echt heel leuk. Oké, ik ben weer in Boogie Street. Het heet eigenlijk Boogie's Village. En ik heb vernomen van een vriendin van mij dat op de 3e verdieping dus een nagelstudio zit. Dus die gaan we even opzoeken. En dan kan ik daar voor een redelijke prijs mijn nagels laten doen. En ook maar wat ik heb vernomen is dat alle kleren... dus 1 maat zijn. En ja, dat wordt gewoon heel lastig. Schoenen overal. Ik ben weer terug op de markt. Ik heb net mijn nagels laten doen. In deze rode kleur. Oeh, jullie kunnen niet echt zien. Een beetje van ver. Met een glitter op mijn ringvinger. En de tenen heb ik weer roze gedaan, maar dit keer wel gel lak. En ik ga nog even shoppen en dan ga ik weer richting huis. Oké, ik ben weer op de Main Street gekomen. Ik heb ook wat kleren gekocht, die laat ik jullie thuis wel zien. En ik heb een kipborstje. Maar goed, het is nu ook al wat later. En het heeft best wel lang geduurd om mijn nagels te doen. Ik ga weer richting huis.
uit. Ik pak zo de metro weer terug naar Drum Point en dan de bus. Ik vind dat mijn nagels wel echt goed zijn gelukt. Ik neem normaal altijd hele zachte kleuren. Ik ging vroeger altijd felle kleurtjes doen. Maar de laatste tijd deed ik wat meer roze en nude kleurtjes. Maar dit vind ik ook wel leuk. Vooral hoe... Vooral hoe ik nu naar Sri Lanka ga, dacht ik een leuke felle kleur. En het is natuurlijk weer druk, zoals altijd. Oké, ik ben thuis en ik wil graag wijzen wat ik gekocht heb vandaag. Dit blouseje heb ik gekocht van Fashion Nova, pas geleden. Dus die wou ik ook meteen wijzen. Want ik heb een aantal dingen van Fashion Nova gekocht die ik naar Sri Lanka ga meenemen. Verder vind ik hem wel heel leuk. En dan heb ik dan deze rok gekocht. Vandaag op de markt. Ik heb hem voor $12 kunnen scoren. En dat is ongeveer 8, 9 euro. Alleen ja, ik vind hem niet zo. Ik ben natuurlijk wat voller rond dit gedeelte. Mijn buik, mijn benen hier, mijn bovenbenen. Dus ja, hij valt niet heel erg mooi. Dan moet ik wel zeggen dat wanneer je gaat shoppen in Singapore... je al heel makkelijk op de markt bijvoorbeeld winkeltjes tegenkomt die gewoon one size hebben. Dus één maat. En dan ja, moet iedereen er maar in passen. Deze heeft een stretch. Dus hij kan helemaal klein, maar ook wat groter. Vandaar dat ik hem toch gekocht heb. Maar ja, weet je, het is een beetje gokken, want je kan ook niet passen op de markt. Dus ik ga deze wel bewaren. Het is wel gewoon een leuke rok. Dus ja, dit was wel een goede deal. Oké, dit is een ander jurkje die ik van Fashion Nova besteld heb. En hij is super lang. Hij komt helemaal tot de grond. Hij is al iets te lang. Hij raakt de grond net. En ik ben ongeveer 1,67 meter. En hij is echt super lang. Dus als je kort bent, dan zal dit niet de jurk zijn voor jou. Maar goed, waarschijnlijk op de website kun je de maten ook vinden. Maar het is super flowy en nice. En het is ook een hele mooie mosterd kleur. Lekker fel. En hij is ook heel licht. Hij heeft een split bij de benen. Oké, dit is er dus één van. Het is in de middel is het strak gemaakt. En dan flowy. En dan de onderkant weer. En dat is ook het geval bij de armen. Alleen natuurlijk heb ik niet opgelet. Naar de armen. En hij valt gewoon mij erg strak. Het is weer zo'n one size ding. Maar de middel direct helemaal uit. Dus dat past wel gewoon. En mijn tiers zijn natuurlijk niet zo lang als mij. De armen. Ze vallen gewoon te kort. En dat is echt heel jammer. Want ik had deze in het zwart. Die zou heel classy zijn. En ik had hem gekocht in het wit met hartjes. Zwarte hartjes. Even dat patroontje jullie wijzen. En deze. En ik vind het gewoon heel jammer. Deze twee voor ongeveer 30. Deze voor 12. Oké, dit is het volgende jurkje van de Fashion Nova. Het is een lange rode velvet jurk. Het is een prachtig materiaal. Heel zacht. En het heeft voorin een split. En dan is deze blauwe. Blauw met roze bloemetjes. Dus ja, ik wou die niet aandoen. Ik dacht, ja, die wens ik jullie zo wel. En ja, dit zijn mijn nagels. Dat waren wel de leukste items die ik met jullie wou delen. Ik ga snel inpakken. Ik moet nog een aantal dingen printen. Ik moet voor school nog wat doen voor morgen. Dus daar ga ik me nu mee bezighouden. En dan spreek ik jullie straks.